Hi lieve kinderen, welkom in mijn keuken. Jorinde staat achter de camera en ik ga vandaag een klein beetje maken. Wat we daarvoor nodig hebben is een pan. Die hebben jullie vast allemaal wel eens. Vervolgens hebben we kleurstof nodig, maar dat hoeft niet per se, maar als je kleur vindt dat je een kleurtje krijgt, kun je dit toevoegen. 2 euro bij de plus. Dan hebben we bloem nodig. Een maatbeker, want daar moeten we water mee afmeten. Olie, maakt niet uit wat voor olie. Zonnebloemolie, olijfolie, slaolie, wat je maar kan bedenken. Een weegschaal om de bloem mee te meten. En de zout, want we hebben natuurlijk ook zout nodig. Oh ja, en een lepel en een spatel. Ik wil jullie even laten zien hoeveel we van alles nodig hebben. We beginnen bij de bloem. Van de bloem hebben we 250 gram nodig. Kijken jullie mee? Dat is 100. Bijna. Yes. Zo, 250 gram. Dit doe je vervolgens in de pan. En dan gaan we door met het zout. Van het zout hebben we 100 gram nodig. Zo. Dat doen we ook bij in de pan. Wat hebben we dan nog meer nodig? Water, 250 milliliter. Even zoeken waar het moet zijn. Wat staat dat op? Oh, wacht hier, ik heb het. Dat gaat er ook bij in. Nou, dat doen we even weer met de telefoon aan. En dan heb ik nog 2 eetlepels olie nodig. Eén. 2. Nou, dat is alles wat je voor nu in de pan moet doen. Nu is het tijd om de klei te gaan roeren en op het vuur te zetten. Het is belangrijk dat je het vuur dus laag zet en niet al te hard. Dan verbrandt het straks. Ik zet hem even op 4. En het is belangrijk dat je blijft roeren. Totdat er een soort puree ontstaat. Puree. Daar gaan we nu de kleurstof bij doen, dus ik haal het even van het vuur. Wij hebben voor gekozen om rode kleurstof erin te doen, maar je kan ook verschillende kleuren doen. Dan moet je het even in een ander pannetje doen. Je doet wat kleurstof in de klei. Even roeren om te zien of de kleur al aanslaat, anders moeten we er nog meer kleur in doen. Ik vind het wel mooi als die een mooie rode kleur krijgt, dus we gooien er nog even wat meer mee in.
zetten we hem in de koelkast om af te koelen. En dan laten we hem even staan en houden we hem in de gaten wanneer hij is afgekoeld. Dan we alles natuurlijk netjes weer op. Die gaan we afwassen. Even de kast. Die wassen we af. Nou, de klei is afgekoeld. We hebben hem uit de koelkast gehaald. En nu gaan we hem dus kneden. Zoals je ziet is onze klei nog een beetje te plakkerig. Dus doen we er nog een beetje bloem bij in. En dan kneden we weer. Zoals je ziet begint het nu al steeds meer op klei te lijken. Het is dus een beetje zelf kijken. Als je klei te droog is, doe je er een beetje water bij. Als de klei te nat is, zoals wij hadden, en te plakkerig, doe je er een beetje bloem bij in. Totdat je een mooie klei krijgt. Nu is de klei klaar, zoals je kan zien. En klei hem maar! Je kan het ook alleen doen. Hiervoor heb je nodig een plastic zak per persoon, balletjes en een doos. Allereerst gaan we de plastic zak laten met de lucht in. Zo. En dan knoop je hem dicht. Maar niet te weinig lucht in zitten. Je zet de doos een stukje van je af. Je legt de plastic zak voor je. Je legt een balletje op de plastic zak. En je slaat op de plastic zak. En de bedoeling is dat het balletje in de doos komt. Oeh, bijna. Maar je kan het ook dus met meerdere mensen doen en dan maak je er een wedstrijdje van. 3, 2, 1. Met de nagellak doen. We gaan mooie creaties op de nagels maken. Hiervoor heb je nodig een bakje of een schaaltje met water. Maakt niet uit hoeveel. Nagellak in de kleuren die je zelf leuk vindt. Je kan meerdere kleuren gebruiken. Ook één, maar daar heb je niet zoveel effect. Dus meerdere is leuker. Satéprikkers. Nagellak remover. En watjes om de nagellak ermee af te halen. Ik heb gekozen voor deze drie kleuren. Eerst ga ik de blauwe kleur in het water doen. Je haalt het kwastje er gewoon uit en houdt hem iets boven het water. En wacht net zo lang tot er een druppel vanaf komt en in het water valt. Nou, dan zie je dat hij iets te dun is. Doe je hem nog een keer erin. En doe je nog een druppel. Nou, je ziet nu al wat blauwe randjes. Dat vind ik genoeg. Dan pak ik de rode nagellak. En die doe ik ook bij in het water. En dan doe je weer hetzelfde.
wachten tot het er een druppel afvalt. Nou, dan kan de nagellak aan de kant. En pakken we een satéprikker. Met de satéprikker kun je nu figuurtjes maken in de nagellak. Je kan het vervormen, door elkaar heen mengen. Wat jij mooi vindt om straks op je nagels te hebben. Ik haal het even uit. Nou, ik vind dit wel een mooi figuurtje. Vervolgens dompel je je nagel in de nagellak. Haal je vinger er weer uit. Ziet hij er zo uit. Nou, daarvoor hebben we dan de nagellak remover. Je doet wat op het watje die je van tevoren hebt gepakt. En je haalt het overige nagellak op je vinger weg. En dan heb je een mooie nagellak met een figuurtje. Nou, wij gaan nu scheef scheuren. Wat heb je daarvoor nodig? Een dienblad is handig, een placemat kan ook. Scheerschuim. En een handdoek of theedoek. En die maken we even nat. Even uitspringen. Nou, die kan je naast je neerleggen. En dan beginnen we met scheerschuim. Schudden. Dan kan je dus voelen met je handen. Je krijgt er wel mooie vieze vingers van. Nou, wat je dan kunt doen is een tekening maken. Ik teken even een mooi huis. Met een deur. En een raam. En dan kun je het zo weer weghalen. En ook een mooie som maken. Met een gezichtje erin. Wat je ook nog zou kunnen doen, is dat je hier met Duplo poppetjes in gaat lopen. Of met autootjes doorheen gaat rijden. Waardoor je de bandensporen van de auto's ziet. Nou, ben je er klaar mee? Dan probeer je het meeste schuim even van je vingers te halen. Vervolgens pak je dus de doek die je al gepakt had. En kun je je handen weer schoonmaken.